ze worden seksen. Alarm, we zijn overvallen. Oh, maar jongen, zo'n straffe koffie. Dat kunnen we lepelen recht zetten hier. Oh, anders krijg ik mijn ogen niet open 's morgens, hè. En zeker niet met zo'n vroege shift. Charlie 210 voor dispatch. Er is een inbraak gemeld in de legerkazerne Leopold. Twee mannen sloegen op de vlucht. Over. Oké, okay, omschrijving, over. We hebben geen verdere gegevens, over. Oké, okay, wij zijn in de buurt van de kazerne. We gaan daar onmiddellijk naartoe, over. Tim Robin, bieden jullie versterking, over. Ah. Wilco. Dat is voor dat is een beetje zeg. Allee, kom. Ja, het is goed, joh. Kom, Luc. Dat zijn die mannen. Vind je dat? Ja, ziet die wegrijden, man. Dat zou pas straffe koffie zijn. Flesje, alle ploegen wij achtervolgen. 1, Lima, Charlie, bravo. 3-3-2 in de nachtegaal aan. Over. Verdomme. Nee. Ze biedt wel een woonwijk binnen, hè, die mannen. Ik schiet op de motorkap, ik wil ze doen stoppen. Oh, no. Die schiet de vuurlijn, vuurlijn, daar zitten explosieven in. Oh, die stopt niet, oh. Die stopt niet. Ja, ça va. Echt? Moet ik de ambulance bellen? Tom, ga het? Ja, ça va. Dispatch, die boeven zijn ontsnapt richting Dekenstraat. Over. Jo, Patrice, van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's nachts. De hele nacht, hè. Ik ben bekend uit mijn bed getrillen. Stafke, het was toch geen nachtmerrie die je had? Nee, hè. Want ik stond in mijn kijken, in mijn pyjama, op mijn blote voeten. En ik voelde de vleur onder mijn voeten zuurdoevers. Ik heb zelfs schoon gedaan. Is iets kapot? Hees, hè. Een trouwfoto van mijn ouders. Stik er van in. Eén trouwfoto. Zeg, zijn er geen metingen gebuit? Metingen? Jo. Volgens mij is dat een aardbeving, hè, manneke? Stofke. Een aardbeving. Van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's ochtends. Olena? Is een asiel abnormaal? De cavia's en de schildpadden deden raar bij de dierenarts en bij de familie Vermeulen. Daar begon die negel aan zijn kootje te knagen, allemaal te wijten aan trillingen. Deze ochtend de ganse tijd telefoon, telefoon, trillingen, trillingen. In de Bloemenwijk. De Bloemenwijk, dat is bij mij, dat is 2 straten verder. Maar, en ook trillingen gevoeld? Ja, dat weet ik niet, ik heb alles heel slecht gaan slapen. En een barrioek, die weet er ook van, die is aan de slaap aan het inhalen. Die. Bon, mannetjes, ik stel voor dat we ter plaatse gaan vaststellen wat het daar is. Hè. Ik wil weten wat er daar aan de hand is. Allemaal naar de Bloemenwijk. Maar ik kom. Hé, ik heb nog een shot koffie hebben, of wat? Kom, joh. Hallo. Wie doet er man een roos? Kom, Barry. Kijk, Marke. Hij wil een beetje woorden voor mij. Ja. Hé. Misschien een leuke hyena. Allee,
Dan zal ik nog maar een beetje drogen. Volgens de sergeant zijn er 30 dynamietstaven verdwenen. En nog iets anders? Nee. Dan wisten die mannen exact wat die nodig hadden, hè? Want dat staat hier vol met wapens. Wie doet er nu zoiets? Ze waren in elk geval goed voorbereid, dat kunnen we wel zien. Ja, een haakse slijper op batterijen. Amai, Brigitte. Hé, ik ben aan het verbouwen, hè. Mijn loodgieter vertelt me dat allemaal. Zeg, maar je moet eens kijken, dat staat er vol met voetsporen. Dat moet van een van die mannen zijn, hè. Ik denk dat we er best het labo bij halen. Ja, en pak ook al maar een paar foto's met uw gsm. Dat is een goed idee. Ligt eens een beetje bij hier? Oh ja, dat zijn goede sporen. Dat zal die kist zijn waar die dynamiet in gezeten heeft. Maar ziet al die wapens hier liggen en die pakken ze niet mee. Dat is toch wel een beetje raar, hè? Ja. Wie zijn dat, Petruske? Dat is de politie. Goedendag. Goedendag. Ik ben 's nachts wakker geworden van een zacht getril. En toen hoorde ik dat kabaal hier in de tuin. Wat voor kabaal? Van mijn pietjes. Pietjes? Ja. Hier. Misser één. Die kooi, was die op slot? Ja. Oh, maar die deur daarachter, die stond open. Volgens mij komt dat omdat dat slot was opengetrild. Zeg, hoeveel poezen heb jij eigenlijk, meneer Pastoor? 4. 4? Ja, ik ben een poezenliefhebber. En geeft je die genoeg te eten? Elke dag, elke blik. Waarom? Ik denk dat ze zin hadden in een dessertje. Florke, zaden aan die kinnen dat die vroeger volkomen worden. Zeg maar, Stafke, dat spreekt wel over een tijd van de dinosauriërs, hè? Femke, ik heb er wel over gelezen. Hè. En als je trillingen voelt onder de grond, dan is dat ofwel een aardbeving ofwel een vulkaanuitbarsting. Stel je nou, dat die onder een vulkaan zit, dan hebben we het actief. Pataat, en dat is niet allemaal voor veeën. Eerst. Ah, natuurlijk. Florke, meneer Larsa stond te toveren en te trillen op zijn grondvesten. Van wat kan dat anders zijn? Hier, trillingen. Dat is wel een oud beestje, is dat? Ja, dat is een erfstuk van ons ma. Hè. Duitse kwaliteit, hè. Dat is hier de Mercedes onder de wasmachine, hè. Ik zweer dat. Zeg, in de machine, zit dat s'nachts op te draaien? Ja, natuurlijk. Nachttarief, je moet toch economisch denken, hè. Mama. Hallo. Zijn jullie al lang aan het werken? Rustig. Al sinds eergisteren. En ook 's nachts toevallig? Nee, dat is overdag van 8 tot 4. Altijd. Ja. Rustig, mannen. Wat is het? Rustig. Weet je wat dat daar is, toevallig? Dat is een firma dat grondwerken doet. Okay. Ja. Er is er nog één geïnteresseerd. Moet je nog eens gaan zien? Ja, als Barry dat ook al aangeeft. Zeg, maar. Merci, mannen. Bedankt, mannen. Zo moet het. Hij staat even, hè? Wat is dat, zeg? Ah, kom maar, het is precies dringend. Voorzichtig, Luc. Voorzichtig. Shit. Frikke. Harry. Daar, man.